Dus als het goed is, nu aan het opnemen. Ja, top. Dat is mooi dat je me goed hoort. Hoe is het Ja. ermee? Ja, wel goed, naar omstandigheden. Oké. Eigenlijk allemaal zijn gangetje, alles op orde. Maar zoals je weet, de reden ook dat ik een DM'tje heb gestuurd, is omdat ik gewoon wat twijfels heb. Wat ik doe op dit moment, waar ik mee bezig ben, of ik het allemaal wel leuk vind. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje waar ik mee zit. Ja, precies. Want je wou naar Thailand toe, toch? Nou, het zit eigenlijk zo. Ik zou willen beginnen met Aruba. Een maandje of vier, een klein halfjaartje. Ja. Want daar heb ik een netwerkje, daar ken ik wat mensen. Daar zou ik aan de bak kunnen om te werken. Ja. Daar eigenlijk gewoon een leuke tijd hebben, Ja. genieten, geld verdienen. Ja. En dan daarna dus door naar Thailand om daar een maandje of twee doorheen te gaan. Oké, dus dan wil Dat je is. eigenlijk, dus je wilt naar Aruba toe om daar sowieso al in het buitenland te zijn. En Ja. dan daar ook al wat te werken, zodat je wat geld hebt, als ik het goed Ja, begrijp. ja. En dan met dat geld naar Thailand toe, om daar lekker rond te Precies, reizen. exact. En Ja. dan in Thailand is het niet per se, wil je daar ook gaan werken? Of wil je daar online werken? Of zeg je van Nee. nee, daar wil ik gewoon lekker genieten. Daar wil ik echt gaan genieten, inderdaad. Ja, dat moet je ook vooral doen. Je moet ook, ik raad ook zeker aan als je voor het eerst weg wilt voor een lange tijd. Om, hè, als je echt wil reizen, om het reizen, dus om de cultuur te ontdekken, om het land te ontdekken en om nieuwe ervaringen op te doen, dan raad ik ook echt aan om in het begin niet online te werken, omdat dat je alleen maar gaat tegenhouden, dat levert alleen maar stress op. En dus het is heel slim wat je doet, dat je naar Aruba bijvoorbeeld gaat, om daar door middel van je netwerk eerst wat te verdienen. En ik bedoel, dat kan je ook, dat doen de meeste mensen dan in Nederland bijvoorbeeld. Maar ja, inderdaad, Aruba is een vele vettere plek om dat te doen. Ja. En ja, om dan met dat geld weg te gaan en dan in Thailand te reizen, dat is een heel slim plan. Maar Ja, dat is inderdaad het plan, ja. er zijn wat dingen waar je tegenaan loopt. Want in principe, als ik je plan zo hoor, hey, je hebt een netwerk in Aruba, check, super tof. Je zou daar aan de bak kunnen, check, ook super tof. Dus je kan ook wat verdienen. Nou, dat is al rond. En dan vanuit daar ga je gewoon naar Thailand en ga je daar reizen. Maar wat zit er nog een beetje Nou, dwars? op de een of andere manier krijg ik het maar niet voor elkaar om de knoop door te hakken. Omdat, ja, het is nou hoe ik nu leef allemaal heel erg veilig natuurlijk. Ik studeer, tweede jaar, het gaat supergoed Ja. eigenlijk. Ik bedoel, als ik kijk hoe ik ervoor sta, ik ga makkelijk over naar het volgende jaar. Dus Ja. daar heb ik eigenlijk niets over te klagen. Bijbaantje, ik woon nog thuis. Kijk, het is allemaal heel erg veilig. Dus op de een of andere manier, om Ja. echt de knoop door te hakken en de knop hier om te zetten van ik ga, Ja. krijg ik niet voor elkaar. Nee, Dat is eigenlijk oké. niet waar ik mee zit. Maar en heb je het dan over de knoop doorhakken om naar Thailand te gaan of om überhaupt naar Aruba toe te gaan? Überhaupt naar Aruba toe te gaan. Om daar Oké. mee te beginnen. Ja. Want dan moet ik toch mijn studie opzeggen. Ja. Want ja, kijk, zoals ik al zei, het gaat op zich wel goed. Maar het is niet dat ik nou zo fantastisch leuk vind. En ik wil gewoon echt Nee. iets doen wat ik echt leuk vind. Maar Ja, want ja, wat doe je voor studie dan? de commerciële economie. Of wat de front is. En dat In Eindhoven. vind je niet superleuk? Nee. Nee, nee. Nee. Ja, Nee. dat is iets wat heel veel mensen. Dit is eigenlijk precies wat je nu vertelt, is de reden dat ik ben gaan doen wat ik aan het doen ben. Dus dat ik überhaupt 1,5 jaar geleden ben begonnen met reizen en dat ik die reiscommunity heb opgezet. Omdat er zoveel mensen zijn in Nederland en wereldwijd ook, maar ik doe het dan in het Nederlands, die iets doen wat ze dus eigenlijk niet echt leuk vinden. Vervolgens een klein beetje comfortabel raken in datgene en dan een beetje vastzitten en moeite hebben met eruit te komen. Ja. Maar oké, dan mijn vraag aan jou is, weet je wat je wel leuk vindt? Want je weet nu wat je niet leuk vindt. Dat is top. Dat is heel belangrijk. Ja. Goeie vraag. Wat ik leuk, ja. Als je me nu vraagt wat ik leuk vind, is het gewoon erop uit, nieuwe mensen ontmoeten, zoveel mogelijk van de wereld zien. Ja. Ja, dat vooral eigenlijk. Ja, Nieuwe precies. mensen ontmoeten, nieuwe culturen ontmoeten, hè. Ja. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat mij al trekt. Maar Ja. omdat ik nu in Nederland eigenlijk allemaal zodanig op mijn rijtje heb en dat het allemaal zo veilig is, is het gewoon lastig om de eerste Ja, stap te ja. zetten. Ja, maar dat is heel logisch ook. Hè? Want je moet je voorstellen dat, kijk, hè, je doet je opleiding, je vindt hem niet superleuk, maar het is oké. Okay. Je haalt goede punten. Hè? Ik weet niet of je in een studentenhuisje zit of nog bij je ouders woont. Nee, ik woon ook thuis bij mijn ouders. Nou, je woont nog thuis bij je ouders. Ook, nou, kost je niks. Dus qua financieel, je bent niet veel geld kwijt. Je doet iets wat je op zich wel oké okay vindt. En op een gegeven moment ga je dus een beetje
Het is gevaarlijk, want dan ga je een beetje zetten, dan wordt het comfortabel, dan ga je zetten. Maar de enige manier, er is zeg maar niet echt een quick fix of een hack om eruit te komen. Of ja, eruit te komen klinkt alsof je vast zit, maar dat zit je eigenlijk niet. Ik bedoel, want de stap om uiteindelijk dus naar Aruba toe te gaan, of om die reis te gaan doen die jij wil doen, is eigenlijk niet super groot. Alleen maak je hem waarschijnlijk heel groot, waardoor je er dus tegenaan loopt en waardoor het dus moeilijk wordt. En waardoor je dus uiteindelijk zegt van ja, ik doe het toch maar niet. Of ik ben aan het wachten tot die knoop uiteindelijk wordt doorgehakt. Kijk, er is maar één iemand die de knoop kan doorhakken. Dat ben niet ik, dat ben jij zelf. En je weet dus al, dat is heel mooi, je weet al precies waarom je het wil doen. Dus dat is altijd heel belangrijk. Als je zo'n reis wil maken, eerst kijken, oké, waarom wil ik die reis doen? Nou, je wilt nieuwe culturen leren kennen. Je wilt naar die landen toe. Je wilt mensen ontmoeten. Je wilt waarschijnlijk ook een ander deel van jezelf leren kennen. Want die ga je hoogstwaarschijnlijk leren kennen als jij erop uitgaat. En dan vanaf daar, dat heb je dus al. En dan moet je vervolgens stap 2, zeg ik dan altijd, oké, ga kijken, waar wil ik naartoe? Nou, dat weet jij ook al. Je wilt naar Aruba en je wilt daarna naar Thailand toe. Je hebt eigenlijk het plan, dus je hebt de waarom. Dat hebben we net besproken. Je hebt je plan ook al. Je wilt naar Aruba, je wilt daarna naar Thailand. Nou, en dan is stap 3, ga het doen. Alleen dat is dus een beetje lastig. Maar, want qua financieel, zeg maar, heb je wat gespaard of zo, dat je een klein potje of een soort buffer hebt om Zeker, daar naartoe te gaan? ja, ik heb voldoende gespaard om in ieder geval de vliegtickets te kunnen betalen. De eerste paar maanden van overnachting en de dingen die ik nodig heb, zou ik kunnen financieren. Maar dan zou ik dus, zoals ik ook al zei, ik kan ook gewoon meteen naar de bak. En het verdient goed, want de eigenaar van het bedrijf ken ik een beetje. Dus zo weet ik ook al wat ik ongeveer zou verdienen. Nou, het is in de horeca, ik denk dat jij het al weet. Amerikanen die geven ontzettend veel fooi. Fooi mag je allemaal in de zak steken. Dus ik kan dat leuk verdienen. Maar ik heb inderdaad ook wel voldoende gespaard om, mocht het allemaal in de soep lopen, ik heb een potje achter de hand waarmee ik dus gewoon rond zou kunnen komen. Dus dat Precies. zeker. En als je dan zou gaan, hè, dus als je dan die stap zou gaan zetten, dan betekent dat dat je je studie helemaal moet stoppen, of kan je ook een tussenjaar nemen? Nee, die zou ik wel moeten beëindigen dan, ja. En stel je voor dat je dat doet. Wat gebeurt er dan? Zeg maar, stel je voor dat jij nu kiest, oké, ik stop mijn studie. Wat, zeg maar, realistisch gezien, wat gaat er dan gebeuren? Ja, wat gaat, ik denk dat het eigenlijk niet heel erg spannend is, heel eerlijk gezegd. Nee, Nee, nee. dus oké, dus dan heb je die studie gestopt. En laat ik je dan nog, waarom zou je niet die reis gaan maken? Zeg maar, je wilt die knoop doorhakken, maar waarom zou je het niet doen? Zeg maar, wat zijn de dingen waarom je het niet zou doen? Dus De je hebt enige het. reden waarom ik snap wat je bedoelt. En eigenlijk de enige reden waarom ik op dit moment een beetje dwars zit, is kijkend naar mijn toekomst. Hè, omdat ik nou natuurlijk goed bezig ben met school. Als ik daar een diploma heb, heb ik een papiertje, zoals iedereen het altijd noemt. Dan heb ik eigenlijk een soort van garantie voor de toekomst om gewoon aan de bak te kunnen. Hè. En ook Precies. als een stop, ja, die heb ik dan niet. Ik kan mezelf afspreken van goh, ga daarna misschien een AD doen, bijvoorbeeld van 2 jaar, net wat korter dan een bachelor. Ja. Of ik daar nou zit zitten, weet ik niet. Dus Kijk, ik weet je houd wat? het vast aan dat papiertje of zo. Heel logisch, want we zijn opgegroeid in een samenleving waar bijna iedereen dat doet. Je gaat naar de basisschool, vervolgens ga je naar de middelbare school, dan ga je naar hoger onderwijs of whatever. Ik heb zelf geen diploma of wat dan ook, dat ik dat niet heb afgemaakt. Alleen is het wel heel logisch dat je dat wel wilt. En heel veel mensen die hameren erop. En dat is ook de reden dat heel veel mensen maar gewoon een studie doen die ze eigenlijk helemaal niet leuk vinden om te doen, Ja, om maar dat precies. Ja. papiertje te halen. En als je dan kijkt naar, oké, maar waarom wil je dan precies dat papiertje? Waarom wil je dat papiertje? Zeg maar, waarom wil je die zo graag? Ik denk dat het een beetje een goed gevoel geeft voor een garantie op later, op Ja, werkgelegenheid. precies. Dat denk ik. Logisch, heel logisch. Alleen, kijk, het enige waar wij invloed op hebben is nu, dit moment. Hè? Jij hebt deze call, je hebt net op die call geklikt, je bent erin gegaan, dat heb je zelf gedaan, die invloed, dat heb jij allemaal zelf gekozen. Waar we geen invloed op hebben, is wat er is gebeurd in het verleden. We hebben geen invloed op. Kan ik wel om huilen? Kan ik jammer vinden? En dat moet je ook zeker doen als er erge dingen zijn gebeurd. Maar je kan er niks meer aan doen, helaas. Waar we ook geen invloed op hebben, is die toekomst. Dus we zijn allemaal zo hard aan het werk om het in de toekomst maar goed te krijgen. Maar kijk, dit ben jij nu. Dit is de toekomst.
Zeg maar, als jij constant werkt voor de toekomst en hoopt dat je alles wat je nu doet, dan schuif je eigenlijk die toekomst schuift zo verder met je mee. En jij zit de hele tijd in een soort van kut. Ik vind het eigenlijk niet heel leuk, maar ik doe het voor de toekomst. Ik doe het voor de toekomst. We houden vol, we houden vol. Ja, en uiteindelijk ben je 30, 40. En hoe langer jij wacht met de keuze maken om zo'n reis te gaan doen. En wat je zegt, het is maar een halfjaartje van je leven dat je weggaat, hè? Hoe moeilijker het wordt. En als jij zo'n reis uiteindelijk gaat doen, wat dat jou gaat opleveren, dat is ongekend. Je gaat delen van jezelf tegenkomen die jij nooit, als jij dus niet die reis gaat doen, die had je anders nooit leren kennen. Dan was je gewoon het pad gaan volgen, wat je eigenlijk helemaal niet echt heel leuk vindt. En wat de meeste mensen ook eigenlijk alleen maar doen omdat het ze verteld is. Ik bedoel, als je jezelf echt eens gaat afvragen van, je hebt net al gezegd, je wilt die studie eigenlijk helemaal niet doen. Dat papiertje doe je eigenlijk alleen maar ook voor zekerheid. Maar er zijn weinig dingen die je daarin hebt verteld die je echt doet omdat jij het wil. Maar hetgene wat jij wel wil, wat je me hebt verteld, is die reis maken. Alleen dat doe je niet. Omdat je wordt tegengehouden door allemaal invloeden van buitenaf Ja, dat zeg je heel goed. Ja. die jou heel je leven eigenlijk hebben wijsgemaakt dat dit pad het pad is dat je moet bewandelen. En ja, dat is gewoon, ja, dat raad ik ten raad ik gewoon af. En de enige manier om erachter te komen hoe dit gaat zijn, is gewoon dat ticket te boeken. En in jouw geval zit je al heel goed. Je weet waar je naartoe moet. Je hebt je geld om daar te komen en om daar te overnachten. Je kan ook direct aan de bak, dus je hebt daar ook een inkomen. Dus het enige wat je nu nog moet doen is dat ticket boeken. Kijk, toen ik mijn reis startte, daarvoor was het ook best wel oké, okay, dit en dat. Maar op een gegeven moment, toen ik dat ticket had geboekt, en toen moest ik wel gaan. Ik had dat ticket geboekt. Die kan je ook nog annuleren, oké. Okay? Je kan altijd stoppen. Maar waarom zou je dat doen? Snap je? Veel van wat jij nu aan het doen bent, is helemaal niet omdat je het zelf wil. En daarom vind je het kut. Snap Klopt. je? Ja. Je bent niet, de acties die je doet, die komen niet echt helemaal vanuit jezelf. Behalve die actie die je me vertelt, waar je dus mee zit. Hè, van ik wil reizen, ik wil de wereld zien. Dat wil je graag. Ja, zeker, ja. Ja. Dus ja, dat is een beetje je dat beseffen van ja, oké. Doe ik deze opleiding, kies ik dit pad voor mijzelf? Of wat vaak gebeurt is, hè, oké, ik wil mijn diploma halen omdat ik dan een stok achter de deur heb. Ik wil mijn diploma halen omdat mijn ouders dan tevreden zijn. Of al mijn vrienden en familie die doen dat ook. Maar het zijn allemaal externe factoren. Zeg maar, Klopt. waarin is jouw mening? Niemand, ja, jouw mening is daar eigenlijk niet in voorgekomen. Behalve Klopt. nogmaals, in die droom die je die wilt gaan naleven. Dus dat is inderdaad Ja. gaan reizen. Ja, dat is goed. Ja, heel herkenbaar wat je zegt, toch? Ook wel een beetje confronterend eigenlijk. Ja, maar kijk, confrontatie is nodig om uiteindelijk een stap te zetten. Je moet eerst bewust worden van, oké, fuck. Ik ben eigenlijk aan het leven. En dat is heel normaal, hè? Dat is niet jouw schuld, dat is ook niet jouw probleem. Heel veel mensen die, ja, ik ben bang, ik weet niet wat ik wil gaan doen met mijn leven later. En dat is heel normaal. Want je zit nou eenmaal in een soort funnel waar je vanaf je geboorte in bent geduwd. Wat heel normaal is. Dat is verder, dat is gewoon zo. Alleen je bewust worden van het feit dat je daarin zit. En dat eigenlijk heel veel dingen die je doet, jij niet echt zelf voor hebt gekozen. Dat is de eerste stap. Want dan kun je, oké. Nu ben je al een stuk bewuster, denk ik. Of je wist al die dingen Ja, al. zeker. Ja, absoluut. Ja, zulke gesprekken helpen wel, merk ik. Dat doet Ja. wel wat hier. Ja. Superfijn. Want Ja. hoe denk je dat je vanaf hier nu, hè, want we kunnen dit gesprek wel hebben en dat is allemaal leuk. En dan kan je wel zeggen van ja, klopt inderdaad, je hebt gelijk. Maar uiteindelijk, die stap die moet je gaan zetten. Hoe Ja, zou, die moet ik zetten dan. stel je voor dat je die stap had gezet. Stel je voor dat je hem nu gewoon zou zetten. Hoe zou je dat doen? Dan zou ik eerst mijn netwerkje in Aruba benaderen van goh, ik heb een stap gezet, ik wil dat graag gaan doen. Want ik heb ook al wat gesprekken met ze gevoerd, ook ter bevestiging natuurlijk. Dus ik Ja. zou sowieso hun gaan benaderen. En daarnaast school vertellen van goh, dit is het geval, dat dat beëindigd wordt. En verder naar de tickets kijken, denk ik. Ja. Dat is denk ik hoe ik het beste aan zou kunnen pakken. Ik denk dat het belangrijk Oké. is dat ik allereerst mijn netwerk op Aruba op de hoogte stel. Dat hun weten van, Ja. ik kom eraan. Dat is denk ik Ja. belangrijk. Ja, precies. Nou, stel je voor dat na deze call dat je dat gewoon gaat doen. Dat je gewoon zijn bericht ziet. Want je wilt het zo graag. Ik bedoel, kijk, Ja. die studie, die stop je.
Je stopt iets wat je eigenlijk toch niet leuk vindt. Dus hoe erg is dat? Ik bedoel, waarom zou je iets doen wat je niet leuk vindt? Je leeft maar één keer, zover we weten. En waarom zou je daar je hele leven lang iets doen wat je eigenlijk niet heel leuk vindt? Maar ja, omdat iedereen het maar doet, doe ik het. Ja, dat gaat me niet. Dat is niet de Dat is niet bedoeling. normaal. Nee, dat Jij snap moet ik gewoon helemaal. doen wat jij leuk vindt. En in het ergste geval ga je die 6 maanden reizen. Nou, je bent superveel nieuwe lessen, nieuwe mensen, nieuwe connecties. Volgens mij ben je wel een sociaal en spontaan persoon. Dus ik denk dat heb je al helemaal mee. Dat is al helemaal top. Dus je gaat zoveel nieuwe invloeden krijgen. En wat ik zeg, nieuwe connecties, nieuwe verhalen. Dan kom je op een gegeven moment terug naar dat half jaar. Nou ja, dan heb je die opleiding gestopt. Maar hoe oud ben je nu? 21 net geworden. 21. Je 21. kan, je kan, je bent een Nederlander, dus je kan gewoon weer opnieuw een opleiding doen. Kijk, Zeker, ja. als dat is wat je, want je wilt dat blaadje zo graag, als dat is wat je wilt, die kan je altijd nog doen. Maar op je 21ste 6 maanden door de wereld reizen, dat kan je niet meer doen als je 22 bent. Dat Nee, kan je niet meer doen als nee, je nee. 23 bent. Snap je? Dat moet je nu doen. En je kan wel zeggen, ja, maar dat doe ik als ik geld heb en een beetje kan. Nee, want als je eenmaal geld hebt, dan zit je vast in een baan. Dan moet jij daar naartoe. Dan moet jij dingen gaan doen. Je moet in heel veel. Je gaat er niet meer reizen. Hoe ouder je wordt, misschien krijg je een relatie. Dan zit je op een gegeven moment, koop je een huis. Weet ik veel. Je gaat steeds vaster zitten als je daarvoor kiest. Hè, als je daarvoor kiest. Ja, Dus klopt. het wordt steeds moeilijker om dat te doen. Dus het beste moment is nu. Er gaat geen goed moment komen. Nee, nee, Het goed nee, moment klopt. is er al. Dat is elk moment dat jij gewoon de keuze maakt van fuck it. Yo mensen in Aruba, ik kom eraan. Let's do this. En ik En ik denk realiseer als me ook wel dat dit gewoon echt bijna het perfecte moment is. Alles is in principe geregeld, een soort van, hè? Omdat ik alles gewoon op orde heb en ik zou alles gewoon meteen in gang kunnen zetten. Dus ik realiseer me het ook wel dat het gewoon een goed moment is om het te doen. Maar ja, zoals ik net ook al zei, het is gewoon lastig of zo om de knoop door te hakken en te denken: van wat ik ga gewoon. Ja, Dat is lastig. precies. Maar aan de andere kant realiseer ik me het wel van: er gaat eigenlijk geen beter moment komen dan nu. Dat Nee. weet ik wel. Ben ik me wel Nee. bewust. Nee, want kijk, het is heel. Jouw brein, die probeert jou veilig te houden. Hoe doet het Ja. dat? Nou, kijk, jij geeft het net zelf al aan. En je zit je studie, je woont bij je ouders. Al dat geld wat je nu verdient, dat hoef je niet per se uit te geven omdat je bij je ouders woont. Dus je zit heel comfortabel. En jouw brein, het enige wat jouw brein graag wilt, is jou comfortabel houden. Dus in deze situatie waar je nu in leeft, heb je de grootste kans om niet dood te gaan. Dat is eigenlijk wat jouw brein doet, jou in leven houden. Maar jij wilt eigenlijk iets heel anders, maar dat is helemaal nieuw voor jouw brein. Dus jouw brein gaat denken, what the fuck is dit? Nee, wij gaan echt niet naar Aruba toe, wij gaan echt niet naar Thailand toe. Ondanks dat jij het heel graag wilt, jouw gevoel zegt ja, maar jouw hoofd zegt nee. En het verschil daartussen moet je zien, want het zijn twee verschillende dingen. Hè? Vaak zegt je gevoel spreekt de waarheid. Dat interne kompas wat hierin zit, dat onderbuikgevoel, daar moet je naar leren luisteren. Want jouw hoofd, ook relevant en ook zeker naar luisteren op sommige momenten, maar die gaat alleen zorgen dat jij veilig blijft. En hoe blijf je veilig om jou in een situatie te zetten, waar je nu dus in zit, die het liefst ook iedereen anders doet, omdat dat ook blijkbaar veilig is. Maar dat is helemaal niet het pad wat jij wil bewandelen. Jij wil graag reizen. Dat is die kant op. Dus je moet eigenlijk gewoon tegen je brein zeggen van, yo, hey, thanks man dat je me veilig wilt houden. Ik waardeer het enorm. Zo doe ik het. Ik praat gewoon tegen mijn hoofd terug. Ik zeg, ik waardeer het enorm. Maar ik wil nu dit doen. En de enige manier om dit te doen is nu deze stap te zetten. En wat je ziet als je dat gaat doen, dus jij stuurt jouw kompas naar die kant toe, naar het reizen. Jouw brein gaat langzaam mee. Want jouw brein die volgt jou gewoon. Snap je? Jij zit nu op een comfortabel pad als jouw brein gaat kijken, oké, jij zit in het huis, doet deze studie, heeft deze vrienden, alles gaat goed. We blijven dit pushen. Pushen, pushen, pushen. Maar jij wilt iets anders. Als jij daarvoor kiest, jouw brein gaat jou uiteindelijk volgen. Jij bent degene die de beslissingen maakt en jouw brein zal uiteindelijk volgen. Want dan gaat je brein ervoor zorgen dat jij op dat pad comfortabel blijft. En daar ga je alleen maar groeien. Je komt mensen tegen, misschien bouw je business op. Je gaat samenwerken met iemand. Je gaat misschien ook remote werken. Weet je niet. Dat zijn allemaal dingen waar je geen antwoord op hebt en waar je ook nooit een antwoord op gaat krijgen als je die keuze niet Als ik het maakt. niet En doe. hoe zonde zou het zijn want als je dit pad niet kiest en het pad kiest dus voor je opleiding af te maken die je niet echt leuk vindt en dat blaadje te krijgen, dan weet je stiekem eigenlijk al een beetje hoe je leven eruit gaat zien. Hè? Je doet dan die opleiding, dan ga je een baan zoeken binnen die. Welke opleiding was het ook alweer? De commerciële economie. Ja, precies. Ga je daar een baan binnen zoeken? En dan weet je het al een beetje. En dat is ook heel fijn. Hè? Daarom zegt jouw brein ook van, ah, maar dit pad, dat is logisch. Daar blijven we bij.
Want dan overleven we. Zeg maar, alles moet je, als je alles een beetje terugrekent naar oerinstinct. Jouw brein wil zorgen dat jij niet doodgaat. En dat doet het op de beste manier zo. Alleen dat is niet de beste manier voor jou. Snap je? Ja, ik snap hem, zeker. Ja. En dat is prima dat dat zo is. Zo werken mensen gewoon. Maar jij moet nu gewoon jezelf sturen naar die kant waar jij naartoe wil. En jouw hoofd en die gedachten gaan langzaam allemaal weg. Ja, maar wat vinden die mensen ervan? Wat vind ik er zelf van? En stel je voor, ik heb geen diploma. Al die gedachten gaan langzaam weg. Maar die kunnen alleen maar weggaan als jij jezelf openstelt om een ander pad in te gaan. Anders gaan ze altijd blijven. Zeg maar, dan kan je over een maand kunnen we weer het gesprek hebben. Maar dan is het dus er niks veranderd. Ja, ik snap hem. Ja. Dus, na deze call, stuur die mensen een berichtje. Ga je dat doen, denk je? Grote kans, grote kans. Grote kans. Ja, want wat gebeurt er als je het doet? Dan is dat balletje, dan is het, dan rolt, gaat het balletje rollen. Inderdaad. Ja. Ja, nu het balletje zit hier en jij zet het gewoon vast hier. Maar op een gegeven moment zet je de ding open en dan gaat het zo rollen. En dat is wat je wil. Dat is exact wat ik wil, inderdaad. Ja. Ja. Ja, het gaat er niet. Het gaat er niet. Inderdaad, wat je zegt, het praten erover, dat is heel goed. Want daardoor realiseer je, ga je dingen realiseren. Maar uiteindelijk, hoe cliché het ook klinkt, jij moet die stap zetten. En dat is gewoon inderdaad zeggen: yo, ik kom eraan. Ik ga dat doen. Je hebt alles staat er op plaats om dit te doen. Het enige die jou tegenhoudt is jouw hoofd, die denkt: dan ben ik zelf, is het hier. Maar mijn opleiding en dit en met dat. Maar dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee, precies. Nee. Hetgene wat ik niet wil, ben je wel aan het doen. En dan denk ik, laat het nou bezig. Kom op, Joa. Dat is het ding. Ja, maar je moet. Kijk, want heel veel mensen die worden daar ook een beetje boos door. Hè? Van, ja, fuck, en ik ben nu iets aan het doen wat ik eigenlijk niet wil. En ik zit vast, dit en dat. Kutzooi. Maar je moet je realiseren dat jouw brein doet alleen maar voor jou wat goed is. Hè? Hij wil je veilig houden. Dat is wat je hoofd doet. Jouw hoofd is niet om jou dwars te bomen. Ook heel veel mensen die, als je heel veel negatieve gedachten hebt en dat soort dingen. Die negatieve gedachten is een resultaat van hoe jij kiest om te denken. Ja, als jij erover kiest om constant maar, wat een kutdag, oh het regent en alles maar negatief te zien. Dan gaat jouw brein jou dat geven. Want die denkt, oh deze persoon die wil meer negativiteit in zijn leven. Want dat denkt hij op elke dag al 100.000 keer aan. Dus ga hem dat geven. Maar als jij bewust de stap zet om positief te gaan denken. Dus om te denken, oh het regent, nice, dat is goed voor de planten. Heb ik morgen meer groen in mijn tuin. Dan gaat jouw brein, oh what the fuck, hey, hier is een switch. Nou, we gaan meer zo denken. Jouw brein geeft jou precies wat jij wilt. Alleen moet jij zelf dat beseffen. En dan kiezen van, oké, ik kan dus kiezen wat mijn brein mij geeft. Dus ga ik nu kiezen om positief te denken. Dus ga ik nu kiezen om Aruba mensen een berichtje te sturen. Ga ik nu kiezen om te stoppen met die opleiding. Of te switchen van opleiding. Of te doen wat ik echt leuk vind. Ja, precies. Ja. Ja, dat geeft me echt wel inzicht in het gesprek. Zeker. Echt super fijn. Ja. Goed om te horen. Ja, ik hoop dat je ze even een berichtje. Het is natuurlijk aan jou, hè? Ja, zeker. Niemand anders gaat het voor me doen. Ik ben de enige die het kan. Nee, maar ja, je kan het nu niet doen en dan denk je, ja, misschien volgende week is een beter moment. Maar nogmaals, elke seconde die je langer wacht met dit doen. Tijdverspilling. Ja, want nogmaals, stel je voor dat je het doet. Ja, wat als je het nu gewoon zou doen? Dus je bericht die mensen en je gaat je vliegt over 2 maanden naar Aruba. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Dan zeg ik school op. Mijn bijbaantje wordt opgezegd. Ik bereid natuurlijk ontzettend veel voor. Wat ik allemaal mee ga nemen, wat belangrijk is. En dan, dan vlieg ik gewoon die kant op. Neem ik afscheid van mijn ouders, van mijn vrienden, van mijn familie. En dan ben ik gewoon weg. Ja, je gaat het spannend vinden, wat helemaal prima is. Want ja, het is iets nieuws. Het is spannend. Het is buiten mijn comfortzone. Het is iets wat ik niet gewend ben. Nee. Maar ik hou er wel van, een beetje de avontuur op te zoeken en een kant op te gaan waar je eigenlijk zegt van niet doen. Dat is gewoon heel leuk. Ja, dan zit je daar in Aruba, dan ben je daar lekker aan het werken. En dan hoe denk je dat het er daaruit gaat zien in Aruba? Ik ben er al een keer geweest. Nou, vertel. Ik ben er al een keer geweest. Super gaaf. Echt super gaaf. Het Caribisch gebied is echt ontzettend mooi, ja. Ja, echt super gaaf. Mooie stranden, leuke mensen. Ja, hele leuke mensen. Het is allemaal heel erg rustig, hè. Hier in Nederland is het allemaal, ik heb een klokje en ik heb een afspraak en we moeten opschieten. Nou, dat is daar dus niet. Nee. De sfeer is daar supergoed. Hele vriendelijke mensen, mooie stranden. Ja. Veel studenten ook van mijn leeftijd. Ja, precies. Dus, ja. Eigenlijk waar je naar op zoek bent ook. Precies, ja.
En je hebt al 100% zekerheid dat je daar aan de bak kan. Dus het is Oké. eigenlijk gewoon 1 en 1 is 2 voor mij, in Ja, principe. precies. En dan, oké, dan ben je lekker in Aruba aan het werk en daarna zijn die 4 maandjes voorbij en dan ga je naar Thailand toe. Hoe denk je dat dat Daar ben ik eruit nog gaat nooit zien? geweest. Ik vind het heel moeilijk, want ik ben er nooit in het oosten geweest. Ja. Maar ja, als ik de plaatjes op internet zie, natuurlijk, is het echt super gaaf. Heb je er Heel wel veel zin groen, heel in? veel natuur. Sorry? Heb je er wel zin in om daar naartoe te gaan, Thailand? Ja, absoluut. Ja, Nice. zeker. Ja, dat staat echt al heel lang op mijn bucketlist hoor. Om die kant op te Ja, gaan. ja, ja. Thailand of en wat er omheen ligt, Laos lijkt me ook super gaaf. Maar in ieder geval een beetje dat gebied. Maar Thailand is wel hetgeen wat mij het meest trekt. Ja. Nou, je hebt Ja. eigenlijk de afgelopen 2 minuten al helemaal omschreven hoe je het gaat doen, hoe dat eruit gaat zien en hoe het gaat voelen. Ik heb je in deze hele call niet zoveel zien stralen als die laatste 3 minuten. En dat zijn de dingen waar je het meest tegenop loopt. Dus ik denk dat dit een hele goede keuze is voor jou. Want je weet in je hoofd al precies hoe het eruit gaat zien. Je weet hoe je het moet doen. Ja. En je begint helemaal te lachen als ik het over heb. Je zegt, nou, Nederland is een beetje dit en dat. Maar in Aruba is het zo leuk. Ik heb daar Ja. sowieso een baan. Thailand lijkt me super vet. Staat al heel lang op mijn bucketlist. Ja. Dat is toch sick? Ja, Je klopt. weet Ja. gewoon precies al hoe vet het gaat zijn. Je bent er ook al een keer geweest, dus wat dat betreft is het niet helemaal, is het wat comfortabeler. Je weet hoe het gaat zijn. Ja. Want dat gevoel wat je nu hierbij krijgt als je erover praat, dat is toch mooi? Ja, tuurlijk, zeker. Ja, dus Ja. waarom zou je jezelf weerhouden van dat gevoel? Alleen maar om dat blaadje, alleen maar om iets wat jij doet wat je eigenlijk niet leuk vindt. Ja, Wat ook ja. niet eens jouw eigen keuze is. Je bent per ongeluk maar eigenlijk die opleiding gaan doen omdat je daar zo in bent Nee. gerold heel je leven. Wat Ja. oké is, maar dat is nou eenmaal hoe het is. Dus dan is nu tijd om gewoon zelf keuzes te maken en te zeggen: prima, ik stop met deze opleiding. En ergste geval kan je hem altijd nog opnieuw doen. Of weer Ja, instromen, of zeker. weet ik veel hoe dat gaat. Ja, als ik zo luister naar je en naar je kijk, dan de keuze is gemaakt. Ja, het lijkt erop wel, inderdaad. Ja, echt wel. Nee, dat doet wel veel met je, als je zo'n gesprek voert met iemand en die advies geeft. Want jij hebt natuurlijk zelf ervaring mee gehad, je hebt het zelf al meegemaakt. Ja. Dus dat doet wel wat met je. Ja, het is echt, het gaat heel, in die zin zit je wel een beetje vast, want het gaat heel bevrijdend voelen. Hè? En als iets op een gegeven moment heel bevrijdend voelt, als je dus naar Aruba gaat en dus die mensen een bericht stuurt, dan ga je pas, dan is, en stop met je opleiding, dan voelt het pas van, oh fuck, ja man, dit zat altijd al een beetje vast. Dan ga je veel, je gaat lekkerder in je vel zitten, het gaat spannend zijn in het begin, je opleiding opzeggen. Maar nogmaals, het is niet alsof je het niet opnieuw kan doen. Er is eigenlijk geen risico aan. Het zijn alleen maar plussen. Want ik bedoel, Ja, dat denk ik ook. je hebt net heel veel plussen opgenoemd. Van alle voordelen die eraan zitten aan de keuze die jij gaat maken. En ja, wat zijn alle nadelen? Stel je voor dat jij nu naar Aruba gaat, jouw droomleven gaat leven, lekker gaat werken, in Thailand gaat backpacken. Wat zijn daar de nadelen van? Eigenlijk niet. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat ik dan lang zonder mijn familie moet of zo. Maar ja, dat vind ik eigenlijk ook niet zo erg spannend. Maar als je er Nee. echt een nadeel gaat krijgen, zijn er eigenlijk niet. Nee. Dus Nee. nogmaals, wat is dan de reden om niet de knoop door te hakken? Ja, die is er eigenlijk niet. Nee. Nee. Dat komt eigenlijk Nou. wel op neer, inderdaad. Ja, nou, daar zijn we toch? Nou, mooi. Ja, Vinden wij ze gewoon. dat is goed om te horen. En ja, ik zou zeggen. Ik wil zeggen, denk er nog even over na, maar ik zal het vooral niet doen, want hoe meer erover na kan denken, hoe moeilijker het gaat worden. Jouw gevoel heeft jou nu net aan deze kant mij ook precies overtuigd. Je hebt mij gewoon eigenlijk overtuigd door alles wat je net hebt verteld over Aruba en dat je graag naar Thailand wil, dat je dit wil doen. Er zijn geen nadelen aan dit hele plan, alleen maar voordelen. Meer heb ik er niet over te vertellen. Nee. Nee, het is duidelijk. Absoluut. Oh, de call die eindigt over 10 minuten. Ja. Maar ik stel voor, hè, weet je, laat ik je even accountable houden, dat je mij gewoon vandaag of morgen vertelt dat je zo'n berichtje hebt gestuurd. Ik hou je Ik op de moet geen hoogte. druk voelen, je moet geen druk voelen vanop mij, Nee, hè? absoluut niet. Nee, ja. Maar weet dat het wel helpt.
Ja, nee, ik hou je op de hoogte, doe ik. Beloofd. Oké, okay. Ja, dan stuur ik je wel Ja. een bericht nog na afloop. Ja. Dat is Zijn er mooi. nog andere vragen die. Hoe oud ben je eigenlijk? 22. 22. En je bent begonnen met reizen 1,5 jaar geleden, zei je? Ja, 1,5 jaar geleden. Ja, ik Oké. reisde daarvoor veel met mijn moeder vroeger gewoon op vakantie en zo. Maar echt reizen met mijn backpack en nu werken online. 1,5 jaar geleden gestart. Oké. Ook met niks. Waar zit je nu? Colombia. Dus, klopt Ja, dat? Colombia, ja. Oké. Maar ik zag ook iets dat je binnenkort richting Curaçao ging, ook richting het Caribisch Ja, gebied. over 4 dagen, ja. Oh, gaaf. Ah, Ja, ik nice. ben heel benieuwd. Ik ben er nog nooit geweest. Ik heb er wel zin in, omdat ja, ik hou van snorkelen, stranden, witte stranden, blauwe zee. Dat vind ik heel Ja. mooi. En het is lekker weer daar, dus dat stopt. Ja. Ah, mooi. Gaaf. Ja. Mooi. Ja, voor mij is het eigenlijk duidelijk. Ik ben wijzer geworden. Fijn gesprek gehad. Ja. Ja, ik zou Dus zeggen, schrijf misschien nog even op een blaadje een streep. Bam. Nadelen, voordelen. Nadelen, niks. Voordelen, die je eigenlijk net allemaal hebt benoemd. Schrijf die even op en als je dan weer even anders gaat denken, kijk naar dat blaadje. Of dat is een goeie. wanneer je straks de stap gaat zetten om die mensen een bericht te sturen, weet waarvoor je het doet. Ja, dat is een goeie inderdaad. Kan me helpen, zeker. Mooi. Oké, okay. Nou, ik vond het Top. leuk deze call met je te hebben. Dankjewel Ja. dat je een bericht hebt gestuurd. En Ja, jij bedankt. geen probleem. En ja, ik zou zeggen, doe wat goed voelt. En je weet wat goed voelt, dus dat zit al goed. Super. Oké, Ik okay. Nou, fijne hou je op dag de nog. hoogte. Doe dat. Dankjewel. Jij ook. Oké, doei doei. En een goede reis naar Curaçao. Geniet ervan. Dankjewel. Jij ook als je Doei. naar Aruba gaat. Dankjewel. Komt goed. Doei Hey, fijne doei. avond. Hoi hoi. Doei.